is Pauline Mbundu. Ik ben voorzitter van de African Young Professional Network, ook wel AYP genoemd. En ik ben sinds 5 jaar bezig met AYP. AYP staat voor een netwerk waarbij mensen van Afrikaanse afkomst bij elkaar komen om kennis en ervaring uit te wisselen. Het zijn met name mensen die een goede opleiding hebben genoten, die willen delen wat ze in het dagelijks leven met elkaar meemaken, die elkaar willen inspireren om verder op te komen en die ook de jongere generatie willen motiveren om het beste uit zichzelf te gaan halen. Africa on the Move is ons jaarlijkse event en dat hebben we georganiseerd om ervoor te zorgen dat het hedendaagse Afrika wordt belicht op een andere manier. Vaak zien we dat Afrika op een negatieve manier in de media komt, maar wij willen nu laten zien dat er ook een andere kant is van Afrika. Er zijn zaken die wel degelijk goed gaan op economisch vlak, op het gebied van technologie en innovatie. En op die manier willen we het leren. En vandaag hebben we ook een stukje teruggeblikt naar de Afrikaanse geschiedenis. Wat is de oorsprong van de mens? En waar zijn de verschillende zwarte Afrikanen terechtgekomen in de wereld? En dat zijn dingen die we niet dagelijks leren in de geschiedenisboeken op school, maar die je op een evenement als Africa on the Move te horen kan krijgen. Hoe hebt u Africa on the Move gevonden? Ik heb Africa on the Move als inspirerend ervaren. Weer nieuwe dingen geleerd over inclusive business, een nieuwe aanpak om zaken te doen, maar tegelijkertijd iets terug te doen voor je gemeenschap, voor je community. En om de mensen met de laagste inkomens ook te betrekken in de waardeketen. Technologie en innovatie hebben we geleerd over hoe in de gezondheidszorg gebruik wordt gemaakt van devices zoals je mobiele telefoon om röntgenfoto's te maken en mensen te scannen op tuberculose. Ik wist niet dat dat überhaupt mogelijk was en dat dat op grote schaal wordt gebruikt in Afrika. Ook over hoe je als young professional een onderneming kan opzetten in Afrika, migrant entrepreneurship. Dus, en tot slot natuurlijk African history. Dus een breed scala aan verschillende workshops. En dat, ja, het is me erg goed bevallen. En het had ook een persoonlijke touch, omdat wij aan het begin in mijn eigen opening heb ik verteld over de diverse huwelijken die hebben plaatsgevonden in ons netwerk, baby's die zijn geboren. En dat het voor ons van belang is om de next generation, de toekomstige African young professionals, te stimuleren om door te gaan met zo'n bijeenkomst als Africa on the Move. Mijn boodschap voor de African young professional is: ga vooral door met jezelf te ontwikkelen, blijf niet stilstaan en kijk ook in datgene wat je doet terug. Leer van je geschiedenis, zodat je in de toekomst jezelf verder kan ontwikkelen. En kijk ook, dat heb ik in mijn opening speech gezegd, naar de mensen die op dit moment aan de top staan. Zoals een Lupita Nyong'o, zoals een Stromae. En besef dat het ook Afrikanen zijn. Zie je niet zomaar, oh, het is een artiest, maar het zijn Afrikanen. Wat kun jij van hun leren, zodat het jou inspireert om het beste uit jezelf te halen? Dat is mijn boodschap voor de young professionals. Dank u wel. Alsjeblieft.